Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een unboxing van Tafel. Ik kreeg net dit pakketje binnen en ik wilde gelijk de video opnemen. Dus als je heel erg veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal hier beneden op de rode knop. Is helemaal gratis en zo blijf je gewoon op de hoogte van mijn video's. Ten eerste wil ik even zeggen, ik ben heel erg verkouden nadat ik terug ben gekomen van vakantie en best wel een beetje ziek geworden. Dus mijn stem is niet het allerbeste. Maar ja, ik wilde de video toch heel erg graag opnemen. Oké, Tafel is volgens mij een buitenlandse webshop. En daar kan je voor heel goedkoop kleding uitzoeken. Zij hadden mij benaderd en ik mocht voor €150 kleding uitzoeken. Deze video is niet gesponsord. Ik mocht wel de items gewoon uitkiezen. Maar ik zal alsnog mijn eerlijke mening gewoon vertellen aan jullie. En ik zal ook alle linkjes in de beschrijving zetten. Zodat als jullie iets willen bestellen, zodat je het gewoon ook zelf kan bestellen. Ik zal ook de kortingscode even in beeld plaatsen. Zodat je korting krijgt als je op Tafel besteld, dus dan is het nog goedkoper. Ik heb helemaal nog niet gekeken. Wat ik wel weet is dat de pakketjes uit twee pakketjes bestaan. Omdat niet alles tegelijk binnenkwam. Dus ik neem dit alvast op en waarschijnlijk neem ik het andere deel een andere keer op. Maar er komen sowieso ook gewoon try-on beelden. Dit zijn de pakketjes. Dit is dus nog niet alles, maar dit is wel volgens mij het grootste deel. Ik had het besteld op 22 juni en het is vandaag 4 juli en ik heb het vandaag ook binnengekregen. Dus ja, ik weet niet of je het lang of kort vindt. Het ligt er een beetje aan. Ja, ik moet echt heel veel drinken, want ik heb echt een hele droge keel. Ik zal nu gewoon hier naar kijken en ik zal try-on beelden plaatsen en daar zal ik precies vertellen wat ik van de items vind. Dit is het eerste item. Het zit allemaal van deze zakjes met hierboven Tafel. Oké, ik weet volgens mij al welke dit is. Dit is zo'n two-piece set. Dus dan heb je twee van die onderdelen. Een broekje of een rokje en een bovenkantje. Even kijken hoor. En deze had ik besteld. Als ik iets heb besteld, heb ik het in de maat M. En anders is het gewoon one size. Dit is het topje. Ziet er wel best groot uit. Maar wel heel erg leuk met deze armpjes. Dus dit is een topje. En volgens mij was het een broekje of een rokje. Ik denk een rokje. En die moet je dus dan nog zelf een soort van vastknopen. Ik denk dat je het in de try-on beelden wel goed ziet. En dit had ik dus besteld in een maat M. Dus ik hoop dat die past. Oké, dit is het eerste item. En ik vind het echt super leuk. Ik had het denk ik ook nog in een S kunnen bestellen. Dit rokje moet je dus een beetje opslaan. En ja, dit topje heeft dus wel zulke mouwen, wat ik echt super leuk vind. Ja, deze moet ik iets strakker doen, maar dan zit hij zo. En je kan hem dus zelf wat lager doen of wat hoger. Dit kan ook nog anders. Maar eigenlijk zit hij wel prima. Hij zit een klein beetje te los. Maar ik vind het echt super leuk. De linkjes in de beschrijving. Het volgende item is dit. En dit is zo'n doorschijnende top. En ik vind het altijd heel erg leuk om te dragen met uitgaan met een bralette eronder. En deze is, hij ziet er wel erg groot uit. Hij is zwart en dan zitten er van die zilveren stipjes op. Hij ziet er wel erg groot uit. Maar hij is wel heel leuk. Dus ik hoop dat hij een beetje mooi zit. Oké, ik vind hem op zich wel leuk. Hij is wel heel doorschijnend. Ik zou persoonlijk dit in mijn broek doen, omdat die best wel een beetje groot zijn op de kant. De mouwen zijn ook best ruim. Maar ik vind hem wel wat hebben voor met uitgaan. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk. Ik moet wel even deze kaartje eruit knippen, anders ziet het er een beetje raar uit. Maar super nice. Ik ben echt heel erg blij mee. Een S had wel ook gekund. En je had hem ook nog in het wit. Die was ook super leuk. Alleen ik draag eigenlijk altijd alleen maar zwart. Het volgende item is dit. Deze heb ik ook besteld in de maat M, zie je. Volgens mij was dit een jumpsuit. Een hele leuke. Zo zag hij er in ieder geval uit. Oh, deze is echt heel mooi. Wel heel doorschijnend. Dit is een wit jumpsuit. Met wel een hele type V. Zie ik. Dus ik weet niet hoe dit gaat zijn. Maar dat zien we in de try-on beelden. Met van die doorschijnende mouwtjes. Oh, hij is wel echt heel erg mooi. Ik hoop zo erg dat ik deze pas. Oké, jongens. Deze vind ik zo mooi. Oh mijn god. Oké, dit is dus een wit jumpsuit. Hij zit zo goed en zo mooi. En het lijkt gewoon echt zo'n, ja, echt zo'n bruiloft dingetje. Zo mooi. Hij schijnt ook helemaal niet door.
Ik zie het nu niet. Ik heb nu ook nog donker ondergoed aan. Ik vind hem echt heel mooi. En die mouwen zijn ook super mooi. Echt heel blij mee. Die V-hals is wel ook weer best diep. Maar wauw. Ik ben hier echt heel blij mee. Oh ja, voor de maten te bestellen. Ik ben ongeveer 1,62 lang. En ja, ik heb meestal normaal een maat S qua bovenkant. En meestal wel maat 36, 38 qua onderkant. En ik heb nu gewoon alles in een M besteld. Dus ja, dan weet je dat ongeveer. Ik had ook nog dit riempje besteld. Want ik heb niet zo heel veel riempjes. En mijn Sandra riem vind ik soms een beetje te heftig. Oké, het duurde even, maar het plasticje is eraf. Dit is het riempje. Hij is heel simpel met zilver, maar ik vind hem echt heel erg mooi. Ik hoop dat hij past. Hij ziet er best wel klein uit. Oké, dit is het riempje. Hij is super simpel. Ik vind hem best wel gewoon heel erg leuk. Gewoon een normaal riempje. En hij was echt iets van $6 of zo. Dus zeker de moeite waard. En ik dacht dat hij veel te klein was. Maar er zitten heel veel gaatjes in. Dus ik denk dat je hem wel makkelijk zou passen. Zeker als je nog iets slanker bent dan ik. Dan pas je hem makkelijk. Oké, het volgende item. Oh ja, ik heb echt alleen maar jumpsuits en allemaal dat soort bestel. Dat soort dingen. Omdat ik het allemaal heel leuk vond voor vakantie. En misschien bestel ik later alweer iets voor de winter. Maar dit kan ik in ieder geval nu allemaal aan. Deze is wel een beetje gekreukeld. Even kijken. Ze ruiken wel echt allemaal heel smerig. Oké, dit is een jumpsuit. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. In de travelbeelden sowieso. En die V-hals. Wat intens. Echt, kan echt niet. Die V-hals zijn zo diep. Ik weet niet of ik dit ga passen. Oké, dit is het volgende jumpsuit. En als je zo kijkt, ziet hij er heel leuk uit. Hij is wel een beetje kort. Ik ben namelijk echt 1,60. Dus vraag me af. En dit is een M. Alleen, ja, deze V-hals. Ik weet echt niet wat je hiermee moet. Sorry dat je mijn BH ziet. Maar ik wil toch mijn eerlijke mening geven aan jullie. En als je het met een clipje vast doet, ziet het er ook heel raar uit. Het valt niet echt te redden of zo. Achterkant is ook best kort. Mouwen vind ik wel echt heel, heel leuk. Maar misschien als je een hemdje er of zo onder doet, kan het misschien wel. Maar ja, of dit moet zo helemaal vast zijn. Ik vind het op zich wel een grappig jumpsuit. Hij kan ook niet andersom. Daar is je rug al helemaal open en bloot. Maar ja, dan moet ik er dus echt een hemdje of zo of een bralet onder doen. Dit is het volgende. En dit is dezelfde als het eerste, alleen dan in het wit. Want ik vond hem er namelijk heel leuk uitzien. Dus ik hoop dat ik hem pas. Dus deze is het wit met bloemen. Ook besteld in de maat M. Oké, dit is dezelfde als die zwarte. En deze vind ik ook heel erg leuk. Echt heel erg leuk. Alleen hij schijnt een beetje door. Ik heb hier een witte BH. Dat zie je op zich wel. En de bloemen schijnen gewoon door van dit eronder. Mijn ondergoed schijnt niet door. Terwijl ik blauw ondergoed aan heb. Dus dat is wel een beetje raar. Maar ik vind hem alsnog heel erg leuk voor gewoon mee te nemen op vakantie. Dus ik ben er zo happy mee. Dit is het laatste item van deze bestelling, want er komt nog wat aan. Maar dat krijgen jullie dan hier alvast nog te zien. Maar ik kan echt niet wachten met dit te dragen, dus daarom. Ook een jumpsuit. En volgens mij is deze V... Oh nee, dit is een overslagjurkje. En deze heb ik ook besteld in een maat M. Dus dit is ook heel erg chill voor over je bikini heen. Oké, dit is het volgende jurkje. Dit is zo'n overslagjurkje. En het was een beetje gedoe, want er zit hier dus een klein gaatje waardoor je hem doorheen kan doen. En ik heb het strikje maar gewoon hier gemaakt. De V-hals is wel best diep, maar het gaat nog. Hij is wel gewoon een mooie lengte. En hij zit ook echt super goed. Mouwen zijn mooie lengte. Dus hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Had dit echt niet verwacht. Dan waren dit de items. En als het goed is, zien jullie de volgende items gewoon hierna. Oké, ben ik weer. Hele andere outfit. Andere dag en een andere setting. Maar ik had nog beloofd dat ik, als ik het andere pakket kreeg, dat ik die nog eventjes liet zien. En die heb ik echt net binnengekregen, dus ik dacht, ik film het gelijk even. Deze was dus iets later verstuurd. Ik weet niet waarom. Deze was verstuurd op 30 juni en ik kreeg hem op 11 juli. Dus het is allebei ongeveer tussen de 1 en 2 weken. Als eerst deze. Oké, deze is echt heel leuk. Dit is een donkerblauw jurkje met wit stippen. Deze. Ik zal natuurlijk try-on-beelden doen. Niet in een goede spiegel, maar sorry daarvoor. Ja, dit is het jurkje. Ik zie wel dat de V-hals weer heel diep is.
Maar ik had het die ander ook met een speldje gedaan. En dat was eigenlijk best wel goed gelukt. Oké, dit is het jurkje. Ik vind hem echt heel erg leuk. Alleen de V-hals is echt heel erg diep. Hij was nog dieper dan dit. Want ik heb hier een veiligheidsspeld gedaan. Maar hij was echt tot hier. Maar dit is een M. Maar ik kreeg hem wel heel lastig aan. Hij zit hier weer heel strak. Dus dan zou ik eigenlijk een maat groter willen bestellen. Maar je wil dit niet dieper. Dus dat is een beetje lastig. Voor de rest zit hij wel heel erg mooi. En vind ik hem heel erg leuk. Alleen dit is dus een beetje heftig. En dan het laatste item. En hier was ik heel heel benieuwd naar. Want dit zag er zo leuk uit. Dit is de top. Hij moet nog vastgeknoopt worden. Maar dat zie je waarschijnlijk wel op de aanbeelden. Met van deze hele leuke mouwen. Kwazenblauw met van die bloemen erop. En daarbij zit een heel leuk broekje. Hij ziet er wel heel groot uit. Ik weet niet of ik dit pas. Misschien wel. Oké, dit is de eerste. Dit zit best wel een beetje raar. En ik weet dat het een beetje bloot is. Maar misschien met een bralet. Ik vind hem wel echt super mooi. En die mouwen vind ik ook echt zo leuk. Het broekje was inderdaad iets te groot. Maar hij is gewoon heel erg stretchy. Hier aan de achterkant zit allemaal van dat elastiek. Maar op zich zou die wel kunnen. Gewoon op vakantie. Moet ik alleen hier gewoon even weer een veiligheidsspeldje doen. Maar ik vind hem wel echt super mooi. Dus dit waren nog de andere twee items die ik nog eventjes aan jullie wilde laten zien. Dit waren alle items. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Gebruik zeker mijn kortingscode hier zo. En check zeker even de beschrijving met alle linkjes van alle kleding. En dan hoop ik dat jullie de video leuk vonden. Voor vragen stel ze zeker in de comments. Ik zal proberen op alles te reageren. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!